Dit is Wesley Slash, ook bekend als DJ Wessel S. Hij won dit weekend de Pepsi DJ Knockout. Een wedstrijd tussen DJ's om een plek op het podium tijdens Dance Tour op Koninginnedag. De 23-jarige Dortenaar is inmiddels 4 jaar actief als DJ. 5 jaar geleden was ik altijd aanwezig op Koninginnedag op het vertrouwelijke Dance Tour hier in Dordrecht. En dan zie je toch die DJ's daar staan en dan denk je van ja, toch wel tof om daar een keertje te kunnen staan. En een goede vriend van mij was DJ. Ik dacht van ik schaf thuis ook eens een keer een setje aan. En dan ga ik ook eens bekijken van hoe ik het moet ervaren en wat het eigenlijk allemaal is. Wessel S. is naast DJ ook student media en entertainment management. Met 7 boekingen per maand en een nummer dat 250.000 keer is bekeken op YouTube, timmert hij al aardig aan de weg. Daar kwam zaterdag voor 150 man publiek nog een extra stap bij. 4 weken geleden is het begonnen met de inschrijvingen. Er was het gewoon een mix maken en daarna bestond het uit stemmen. Uiteindelijk had ik de stemronde gewonnen. In de finale zelf in match, hier in Dordrecht afgelopen zaterdag, draaide je eerst een live set van 30 minuten van jezelf. En daarna was het een battle tegen de nummer 1 tegen 2 en 3 tegen 4. En daardoor werden de snelheden van de nummers afgeplakt en kwam het veel meer op techniek eigenlijk aan. Tijdens de finale kreeg Wessel S. concurrentie van 2 andere DJ's en een duo uit de regio. Ondanks zijn overwinning in de voorronde kwam de overwinning voor hem als een verrassing. Het is een droom om daar een keer te mogen staan. Dus ja, ik had er eigenlijk niet echt rekening mee gehouden, omdat de concurrentie tijdens de finale ook redelijk hoog was. De DJ is met de overwinning ook nog in de race om te draaien op het Amsterdam Dance Event in oktober. Maar zal zich eerst richten op Dance Tour. Daar staat hij op de spuiboulevard tussen grote namen als Jello Claw Quintino en de Amerikaan Steve Aoki. Ik verwacht toch wel dat het een kippenvel momentje gaat worden daar 30 april om 5:30.